De nieuwe eigenaar wil binnen 5 jaar groeien van de huidige 1,6 naar 2 miljoen bezoekers per jaar. Maar dat kan alleen door samen te werken met de rest van Roosendaal. Bijvoorbeeld door een kabelbaan naar de binnenstad. Ja, klopt. Een tijdje geleden werden wij uitgenodigd voor een project te komen bekijken en bespreken. Waarin men denkt om een kabelbaan aan te leggen tussen de stokrecreatiedomein Rosada en de binnenstad. Dat is al snel een paar kilometer. Dat is een paar kilometer, ja. Dus we kijken er naar uit. Het lijkt wel spectaculair. Ik kan me best inbeelden dat mensen van Heidever misschien naar hier willen komen om een ritje op de kabelbaan te doen. Maar even kijken of dat budgetair mogelijk is en ook operationeel mogelijk is. Want het moet een trekker worden. Het moet meer beleving met zich mee gaan brengen, Rosada. Ja, beleving is het magische woordje in retail natuurlijk. Hè. We weten allemaal dat online shoppen heel populair is en goed groeit elk jaar. Daarnaast moeten we zorgen dat de mensen, de consument die de deur uitgaat, dat we die in een centrum kunnen ontvangen of in een binnenstad of in een recreatiedomein waarin die gewoon goed wordt ontvangen, een goede sfeer, een goede beleving. De prijs is niet altijd het belangrijkste hoor. Een consument wil wel betalen, maar hij wil betalen voor beleving.